van de week hebben we dit weer helemaal netjes gemaakt. Het zag er namelijk niet uit. Het zag er zo uit. Nu willen we vandaag de voortuin gaan doen. En we gaan vandaag naar de rommelmarkt. Bedankt trouwens voor al jullie positieve reacties op deze video's. Vind ik erg leuk. Ik vind het ook weer leuk om te vloggen. Dus naar binnen, want het is nu nog niet zo heel erg warm. Zo, daar is ze hoor. Wifi material. Ja, dank je. Asje. Ziet er goed uit weer. Oh, we hebben trouwens voor Freek nieuwe dingen gekocht. Ik weet niet per se of het nou de vorige video was waarin ik het vertelde, maar we hebben dus een nieuwe kattenbak gekocht. Dit is dus een andere als die we hadden. Wel eens een groene. Die was best wel leuk. Die staat trouwens nu in de tuin. Deze kan je er zo afhalen. Die kan je heel makkelijk schoonmaken. Deze is dus wel beter dan die ander. Want deze kunnen we dus gewoon makkelijker uitscheppen. Want die andere, de scharnier van de voorkant en zo, dat werkt allemaal niet zo heel erg lekker. Mocht je nou een goede tip hebben voor het uitscheppen hiervan en dus een bakje daarvoor, laat het vooral weten, want zo'n zak werkt natuurlijk ook niet. Ik ben blij met dit ding, want deze werkt een stuk makkelijker dan die groene. Een paar weken geleden zeiden we in de vlog dat we een video wilden maken over het zoeken van vrienden. Daarop kreeg ik dus best wel veel reacties van mensen die zeiden van, oh, maar anders kom je een keer naar ons toe. Toen dacht ik wel, ja, dat is lief natuurlijk, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Want het ging er meer om dat we wilden kijken hoe het is om vrienden te maken als je 30 plus bent. Het is niet dat we geen vrienden kunnen maken. Nou, het is meer, dat zou ik niet zozeer zeggen. Nou, jij misschien niet, maar ik kan het op zich wel. Alleen, het is meer kijken hoe het is om. En niet als je al een kanaal hebt, maar nou, gewoon hoe het is, ik denk, hoe maak je vrienden? Ja, precies. Hoe dat gaat ja, dat? Ja, precies. Ja, dat. Als in, kijk, ik ben altijd wel benieuwd naar manieren hoe je toch, als je bijvoorbeeld gaat verhuizen, of je hebt niet zoveel mensen in de buurt, dat je toch wat vriendschappen kan opdoen. En hoe je dat kan aanpakken, denk ik. Dat wel leuk is om te kijken. Voor de mensen die ook katten hebben, wie snapt dit? Ik snap hier geen reet van. Gaat hij ineens daar zitten? Oh, nu doet hij weer omdraaien. Maar dan gaat hij ineens daarheen zitten. En nu heeft hij zichzelf wassen natuurlijk, die vieze Rick. Maar dan gaat hij ineens hier tegenaan zitten. En dan gaat hij voor zich uit zitten staren. Ik snap er geen reet van. Freek, snap je jezelf nog? Snap jij nou dat kraamschat achter je, Freek? Dat hij dan zo naar die muur zit te staren. Daar begrijp ik zo niks van. Ja, hij ziet dingen die wij niet zien. Dat denk ik echt. Ja. Ja. Gaan we doen? We gaan lopen naar de rommelmarkt. Moest dat Engels? Afzo. We zijn dus helemaal bezig om alles weer netjes te krijgen. Hier hebben we dus gisteren eventjes allemaal zooi weggehaald. Gaan we nog vandaag een hekje halen? Ja, is wel leuk. Mag ik even zeggen dat ik niks begrijp van deze lente? Het is vandaag gewoon weer best wel fris. Terwijl het best wel mooi weer is voor de rest of zo. Terwijl het dan gisteren wel weer heel warm was. Of was het eergisteren? Weet niet meer. Ja, ik vind het gewoon niet leuk meer. Ik vind het ook niet leuk meer. Nou, we hebben in ieder geval een klein stukje verder in Voorburg dus nu een rommelmarktje. En dan gaan we eens even heen, even kijken of ze wat spullen hebben. Zo, ze hebben ze nog meer bijgezet. Zie je het? Oh wow, die kunnen we echt wel gebruiken. Ja, weet je. Maar dat kunnen we toch niet zomaar weghalen, meid? Wil je echt die tegels gaan slepen? We hebben juist laat allemaal tegels weggehaald. Nee, dat is goed zo. Ja, dat wordt hem niet, hè? Gelukkig. Ik was wel bang. Heb je wel eens van die momenten dat je denkt, waar zijn mijn sleutels? En dat je ze dan gewoon in je broekzak vindt? Neem jij de sleutel wel mee? Want ik ga die niet hier in deze kleine zakjes zetten. Ik weet niet waar mijn sleutel is, überhaupt. Ik heb nu zo'n moment. Ik denk dat ze tussen je billetjes verdwenen waren, of niet? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Waarom moet het altijd tussen billen en dat soort dingen bij jou? Dat is een groot zuigend gat. Maar over groot zuigend gat gesproken. Ah. Wat gaan we halen op de rommelmarkt? Nee, waar gaan we naar kijken? Hebben we nog iets? Nee, ik heb eigenlijk nooit. Ik heb bijna nooit wat nodig. Ik vind het altijd leuk om van die schilderijen op de kop te tikken. Al moet ik zeggen dat de laatste tijd, de laatste jaren, ik echt weinig nog maar vind op die rommelmarkten. Mm. Dat is wel jammer. Maar goed. Het is dus weer een andere vibe hè, die hier hangt. Dat is wel waar. Wie weet vind ik wat. En anders niks. En dan gaan we lekker bij Palquinto een chai latte drinken. Want dat is echt mijn go-to. Een decaf cappuccino. Vind je dat trouwens niet? Vind je het niet raar dat ik sinds kort alleen maar chai lattes drink? Vind jij niet dat ik hierdoor echt een heel vierkant hoofd krijg bij deze haarstijl? Vind jij het niet raar dat we nu praten allebei naar elkaar, maar niets eigenlijk beantwoorden van elkaar? Vind jij het niet raar dat...
zagen een schilderij, maar dat was een beetje duur, hè? 35. Ja. Ik ga meer voor de 10 euro. Kliederen, dus waarom noem jij het altijd kliederen? Ja, ik vind het gewoon hilarisch dat je er dan overheen gaat verven. Dat die mensen er zo trots op zijn. Vind je dat mij, wat ik doe, dan kliederwerk? Nee, ik vind het leuker, maar gewoon meer dat er zo naar gekeken wordt alsof het ja, fantastisch mooi geschilderd en dan zie ik jou er zo overheen gaan. Dat is gewoon grappig. Ah. De afgelopen keer op zo'n rommelmarkt was er veel minder als dat er nu is. Nu hebben ze echt veel schilderijen. Wel nice. We hebben uiteindelijk één ding gekocht, namelijk het schilderij voor een tientje. Daar ga ik weer iets leuks op maken. Ik heb nog een schilderij trouwens liggen. Die heb ik op de Koningsmarkt gekocht. Nu gaan we even richting huis, want we gaan kijken of we het voortuintje kunnen opknappen. Daarna gaan we even wat eten of drinken, want ik heb zin in een chai latte. Ik dacht dat we het nu gingen doen. Ja, maar gaan we dit meenemen? We gaan naar huis eerst toe dan, toch? Ja, dat zeg ik toch. En dan kunnen we gelijk even kijken in de voortuin. Oh, hoe groot dat is. Ja. Ik dacht, we gaan eerst de hele tuin opknappen. Nee, we gaan niet de hele tuin. Nee. We gaan eerst eten en drinken, want daar heb ik zin in. Oké. Okay. Vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Wat geef je dit voor cijfer? Zeker een solid 4. Een 4? Zo. Ik heb het opgemeten. Ja? Hoe groot denk je dat het is? 1,30 meter. 1,30 meter? Ja. Kunnen twee van die dingen kwijt? Nee. Dat is 2,20 meter. Niet. Ja? Ik heb dus dit jaar pas chai latte ontdekt dat het echt mijn ding is. En nu drink ik het bijna elke keer als we ergens gaan zitten. En dadelijk als het echt zomer is, vraag ik me af of ik dat eet of drink. Ik eet een iced chai. Bestaat dat, een iced chai? Dit koekje trouwens, jongens, is echt een heerlijk koekje. Zo, één ding is zeker, je krijgt altijd genoeg. Prop. Oh, grappig. Ze hebben al die boekjes geel gedaan. Ja, de hele voorkant is helemaal geel. Wordt het lekker? Ja. Top. Wat gaan we nu doen? Even langs het ene tuincentrum deur. Misschien even wat plantjes gaan kopen toch, zo als idee. Nou, laten we gaan dan. Hey. Je moet ook een beetje rekening houden met wat een vaste plant is en wat niet. Want anders kunnen we elke zomer weer allemaal nieuwe planten gaan kopen natuurlijk. Jij hebt al wat gezien? Ja, maar even kijken of dat een vast is of niet. Nou, dat zegt me niks. Maar wil je er één of meerdere dan? Even kijken. Ja, die is wel mee te tillen hoor, deze. Ja? Ja. We hebben Guilena haar favoriete gevonden volgens mij. Toch? Mm. Dat is... Little Lime heet die. Little Lime? Ja. Staat daar Little Lime Hydrangea. In ieder geval, ze kunnen tot min 25. Dus dat is top, toch? Voor jou? Ja, stop voor de harde winters in Nederland. Die we niet hebben. Wel. Ja. Nu ook ijskoud. Maar wat gaan we doen? Twee van die bedmarks? Twee van deze dan maar. Ja? Ja. Okay. Dus twee van die en twee van deze. Ja. Zo, weet je wat we willen? Robuust. Oh, dat vind ik zo walgelijk. Ja, dat is echt lelijk, hè? Oh. Oh, sorry voor mensen die dit hebben, trouwens. Ik vind het prachtig. Vinden. Ik vind het prachtig. Maar dat zijn tegels, toch? Kamperweer. Oh, die vind ik dan wel weer geinig. Die deze. Vind ik leuk. Ik vind deze wel geinig. Dat is ook grappig. Ja, die is ook wel mooi, inderdaad. Ja. Als we ooit mogen dromen, toch? Als we ooit mogen dromen, kunnen we... Zouden we ooit in ons leven tegels kunnen uitzoeken? Ja, we kunnen ze wel uitzoeken, maar of ze kunnen plaatsen is een tweede. We hebben dat nog nooit gedaan. Tegels uitzoeken, dan denk je echt van wow. Dan heb je het gemaakt als mens, toch? Ja. Ik heb niet eens het idee dat ik ooit een huis zou kunnen kopen, dus op zich. Hekjes. Een huis? Misschien niet, maar wel een kamer. Ja, nee, daar zit je op te wachten. Een hekkie. Het ziet er niet uit alsof ze hebben. Oh, foutje in de voorraad. Hebben ze ook van die hekjes bij die tuincentrum bij ons? Nee, hè?
Nee. Ja, ik vind het altijd weer zo'n ding. Als je geen auto hebt, kom je nergens in het leven. Het is echt zo. Is wel echt zo. Yes? Maar wat gaan we daar nou doen? Niks. Nee, hoe? Ah, door de stroomwafel? Lichaam wilde ik niet. Is sorry. Bij alle testen heb ik dat ik dingen niet meer wil eten. Stroopwafel is het enige wat ik nog eet. Hij eet alleen nog maar stroopwafels. Elke dag in. Dag in, dag uit, hè? We gaan weer rijden. We hebben nog even een pitstop gemaakt om hier nog aarde te halen. Want dat hebben we nodig. Gaan we het dan gelijk aanpakken? Erin zetten? Gaan we vanavond eten eigenlijk? Oh nee, hou. Daar ben ik nou zo dol op als je het dan een andere winkel duurder ziet. Vind je dat top? Ja, dan denk ik van wow, we hebben echt een goede deal gedaan. Ja. Hey, potgrond 700 dagen, 97, 40 liter. Popcorn. Of doen we gewoon de tuin aan? De tuin aan is gewoon prima. Toe. Je hebt ook 5 van die zakken voor 9 euro. Hoe duur is ze dan? Oh. 1,99 is niet heel duur. Ja, yes, let's take the cheap one. Gewoon die doen? En dan 3 is wel prima, toch? Ja. Of denk je nog meer? Mm-hmm. Moeten we meer? Ja, maar dit is wat anders. Deze tuinaarde. Of 6,99 deze? Deze is 20 van 4 nog wat. Ja, maar dan kunnen we beter gewoon 40 liter nemen, toch? Dat is nog goedkoper. Ja, doen we dat. Dit soort dingen is gewoon onhandig. Ga ik dan zo op de... Ja, is goed. We zijn net achter dat we te weinig potgrond hebben. Dan moeten we echt nog 3 keer zoveel halen ofzo. Ja, we schatten dat altijd verkeerd in. Ja, we zijn ook geen tuinders, hè. Want dit is wat we hebben gehaald. Dit is de planten. En dit is de bak. Maar hoeveel zakken zouden we er nog bij moeten halen? Echt 4 of 5 of zo? Ja, 1 miljoen denk ik. Ja, 1 miljoen is wat meer. Dat we goed zitten, toch? Ja. Ga je nu planten erin zetten? Dan ben jij echt een ster in, weet ik. Ik ben wel benieuwd of dit blijft. Wat bedoel je? Nou, dit blijft bestaan. Zo, deze wil je? Ja, ja, nee, je hoeft alleen de onderkant een beetje kapot te maken. Oh. Oversteken. Alles staat erin. Blij mee? Heel erg. Top. High five. Dan gaat de hekje. Yeah. Hey. Ziet er mooi uit en nu gaan we even relaxen, want dat hebben we wel verdiend, vind ik. Met een chippy. Zo, ik heb dus een sandwich gemaakt. Club sandwich. Van alles erop en eraan. Heerlijk, hoop ik in ieder geval. Zo, je gaat er gelijk voor. Lekker? Op een de hoeken. Oh, ik vind hem lekker. We gaan nu Love and Death kijken. Een serie op HBO Max. Over een true crime. Het verhaal is best wel bizar, want een vrouw gaat vreemd met een man. En uiteindelijk gebeurt er iets. Ik weet niet of dat in de trailer zit. Iets met moord. Het is bijzonder. En ook wel interessant. Volgens mij nog 2 afleveringen en het komt elke week online. Eigenlijk doen we dat niet heel vaak, dat soort series meer kijken. Meestal in 1 keer kunnen we het 1 ruk uitkijken. Maar deze werd per week geplaatst, dus dat is jammer. Maar nu de ene laatste aflevering. Toch? Lekker hoor. Ja. Zo. Jelena is lekker gaan slapen. Ik ga nog even met mijn pa bellen. Hi, alles goed? Ja, ik mag wat vragen. Ja, waarover? Oh nee, ik mag niet vragen. Ah. Nee. Ja. Ja. Ja.